Hele goede dag allemaal. Vandaag is week 11. Nou, we gaan nu kijken weer wat de engelen brengen ons in deze week 11. Ik ga nu een kaart nu schudden van ons. Wauw. Ik kan niet geloven. Deze reden voor deze kaart komt weer in. En jullie kaart zeggen naar mij, waarom doet jij dat? Ja, ik kan niet helpen. Het is de boodschap van de engelen. Omdat jullie moet afmaken nu wat jullie nu bezig mee in jullie leven. Kunstenaar weer. De kunst in jezelf. Alsjeblieft, geef dat droom voor jou niet op. Ga 100% in alles wat je doet. Oké, sommige mensen vinden hun hebben weinig financiën, weinig geld. En sommige mensen twijfelen over alles. Over de gezondheid. Over alles wat hun doet. De kunst in jezelf. De gezondheid voor jou, die arts hebben een eigen werk. Hè? Iets gebeurt met jou, is alsjeblieft, bel gewoon die arts. En de arts is daar voor jou. Maar open dat bloem, open dat hart, dat bloem in je hart. De kunst in jezelf, dat je wil graag wat iets doen, maar geef niet op, oké? Ga naar buiten, ga naar buiten. Het is mooi weer, overal in de wereld. Maak leven niet moeilijk. Dat is de kunst in jezelf, open in alles. Ben je wel graag schulden of alles. Dat is ook goed. Dat brengt jou naar de rust. Vrijheid is nodig op deze moment van de wereld en voor jezelf ook. Dat is de kaart nu, wat komt nu op mijn pad. Niks voor niks de tweede keer. Ik ga nu de tweede kaart nu open. Kracht. Klopt precies. Sommige mensen hebben geen kracht. Daarom dat kaart nummer 1 is gekomen. Sommige mensen zo moe hebben geen kracht. Omdat wanneer je bent negatief, alles gaat ook pijnlijk in je energie. Wanneer je bent boos op iemand, dat kan ook de kracht weg. Je wordt moe en je gaat ook negatief. De alleenste is je krachten weer terug te brengen. Liefde geven naar jezelf. Wanneer kun je jezelf houden, je kracht komt ook terug. Dat zegt de engelen hier op deze moment, houden voor jezelf. Houden voor jezelf, lieverd. En geef je kracht niet op. En heren, ik weet precies, dit gaat alles lukken wat je doet. Ik ga nu naar nummer 3 engel. My God, jullie worden zeggen, wat is dit nu, Omata? Wat heb je gedaan nu in de week 9, 10 en 11? Is allemaal hetzelfde. Jullie hebben allemaal vrijheid nodig in de wereld. Meeste mensen werk. Oké, we hebben ook geld nodig. Maar dat is niet alles. Vrijheid is alles. Geld, we hebben nodig voor alles te doen in de wereld. Maar neem ook de vrijheid nu voor jezelf. Wanneer je neemt geen vrijheid, je wordt ziek. En je kracht gaat weg. En je wordt moe. En je hebt geen zin niet meer. En je gaat je gordijn dicht. En je wordt niemand niet meer zien. Jij bent de persoon die brengt de kracht naar jezelf. Jij bent de persoon die de keus de maken voor de vrijheid. Je hebt wel vrijheid nodig. Het maakt niks uit of jij bent getrouwd. Hè? Je kan ook praten heel normaal tegen jouw partner. Dat je hebt vrijheid nodig. Ga dan een paar dagen weg en dan je hoofd is weer terug. En alles loopt goed wat je wilt. Dezelfde is ik ook. Ik heb ook vrijheid nodig. Maar ik mag wel tijd voor mezelf nu. Hè? Vroeger niet, maar nu wel. En deze is de derde kaart, de derde angels kaart vandaag. En ik ga dan de vierde. Dit is de laatste dan voor week 11. Spreken. Nu is de tijd nu de open je mond. Wanneer je gaat niet spreken wat je zit vast in je lichaam, je wordt ziek. Je wordt echt ziek. Dit is nu de tijd nu. Dus spreek je waarheid. En durf ook naar voren te komen. Je kan ook de waarheid spreken. Maar in een positieve manier. In een harmonie en liefdevol. Sommige mensen spreken de waarheid zo hard. En dan de mensen gaan bang op dat persoon. Je moet niet spreken de waarheid in een boze manier. Of wanneer je bent boos op de buren. Of whatever. Je kennissen en zo. Je vrienden en zo.
Je brengt de waarheid, je spreekt de waarheid in harmonie en liefdevolle manier. En heel veel mensen vergeten dat niks voor niks. Deze is vandaag, de angels is vandaag gekomen. Die zeggen, rustig aan en niet haast. Maar te spreken in je gevoelens, dat moet naar buiten komen. Dat is heel belangrijk of je wordt ziek. Of je hebt geen zin niet meer te leven. Je gaat negatief niet doen. Je bent een mooie persoon van binnen en van buiten. Er zit veel liefde voor in jou. Ga doorgaan wat je doet. En dankjewel voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dag. Welkom bij week 11, Rob's Lunnerman kaartlegging. En ik ga van jou een kaart uitschudden voor hoe jouw situatie op dit moment is. Nou, die sprong er heel enthousiast uit. Uiteindelijk is hij toch beland op zijn kop. Dat wil zeggen, even had je een opleving, maar er zijn kennelijk tegenslagen. Dat is